Amsterdam, nooit zal mijn stad het begeven. Amsterdam, Amsterdam, jij hebt het leven gegeven. Ben je vroeg? Moet je er nog op uit vanavond? Nee, ik hoef er vanavond niet meer uit. Ik blijf vanavond thuis bij jou. Ik heb vrij. Vrij? Ja, gewoon vrij. En de moord op die student dan, die Alex Delsen. Dacht dat je daar nog maar pas mee was begonnen. Gisteren wist je nog niet eens zeker of het wel een moord was. Fledder heeft het onderzoek. Fledder het onderzoek? Waarom? Ja, die jongen die wilde het zo graag. Hij dacht dat hij het wel aankon. Alleen. Ja, wat moet ik? Ik zou eigenlijk blij moeten zijn. Ik heb die jongen opgeleid met de bedoeling dat hij mij uiteindelijk zou gaan vervangen, zodat ik het wat rustiger aan kon doen. Nou, het is zover. En dat vind je niet prettig? Ja, het klinkt misschien wat onaardig ten opzichte van die jongen, maar... Nee. Als je eerlijk vraagt, ik vind het niet prettig. Het geeft me soms zo'n akelig gevoel van binnen. Het is net alsof ik vanmorgen een klein beetje ben gestorven, begrijp je? Uitgeranceerd. Zonder stomen op een doodlopend zijspoortje. En nu heb je verlof opgenomen om alvast een beetje te wennen? Een paar dagen. Ik vond dat het tijd werd dat ik mijn hengels weer eens tevoorschijn haalde. Ik ga vissen. Oude Berendsen heeft ergens in de kop van Noord-Holland een prachtig viswatertje ontdekt. Waar de mooiste snoeken gewoon bij je haakje in de rij staan. Hij deelt er altijd volgnummertjes uit, zegt hij. Ja, ik ga daar maar eens heen. Als ik in de recherchekamer blijf rondhangen, dan ga ik me er toch weer mee bemoeien. Ik weet hoe dat gaat. Ik zou het gewoon niet kunnen laten. En daarom heb ik ook verlof genomen. Ik wil die jongen niet in de wielen rijden. Hij verdient een eerlijke kans, dat komt hem toe. En wat zei de commissaris ervan? Ja, die voelde er aanvankelijk niet veel voor. Hij had nogal bedenkingen. En? Nou, ik heb gezegd dat ik dat Fledder het wel aankon. Dat die jongen zo langzamerhand rijp is om op eigen benen te staan. Nou, ik zei ook dat ik niet verwachtte dat die jongen de zaak zou gaan verprutsen. Oh, ik heb nog veel meer gezegd. Ik heb gewoon staan pleiten als een advocaat. Nou, en uiteindelijk stemde de oude toe. Hij wilde de zaak wel aan Fledder opdragen als ik geen verlof nam. Wat? Tja, ik moest in de buurt blijven. Maar daar vond ik geen bliksem voor natuurlijk. En dat heb ik hem ook gezegd. Ik wil daar niet bij zijn. Ik zou het geestelijk niet aankunnen. Daarom. Ik heb tegen de zin van de commissaris in toch verlof genomen. Ik wil er een paar dagen tussenuit. Gewoon weg, de stad uit. Ik ga vissen. Kan ik mee? Vissen? Ja, vissen. Goed. Wat jij wil. Zullen we morgen vroeg alles in de wagen laden en dan gaan we op pad. Ik zal collega Beels even bellen. Die heeft ergens in de buurt van Schagen, Barsingerhorn. Hij heeft hier nog een aardig weekendhuisje staan. Ik denk als ik het hem vraag, dan mogen we er best in. Mooi. Dan zal ik vanavond een paar spulletjes inpakken. Ik heb trouwens nooit geweten dat jij van vissen hield. Jij wilde nooit mee als ik ging vissen. Jij bleef altijd thuis. Hé, schat. Ik begrijp het niet. Waarom wil jij nou mee? Voor zover ik weet heb jij nog nooit een hengel vastgehouden. Ik heb ook nooit geweten dat snoeken in de rij konden staan.